Oké, we staan hier dus op de rondvaartboot in Almere. We gaan even kijken, maar misschien gaan we een project doen en gaan we een interactieve rondvaart maken. We gaan eventjes mee op de boot om te kijken. Dit is dus de rondvaartboot waar we nu zijn. We gaan almereveertje.nl. We gaan kijken of we hier misschien een interactieve tour mee kunnen maken. En we gaan nu eventjes met de meneer van de rondvaartboot gaan eventjes een stukje varen. Nou, dit is precies waarom we de Augmented Media Experience hebben gemaakt. Die meneer is bij ons in de winkel gekomen en we zijn nu met elkaar aan het kijken of we hier iets moois samen kunnen maken op Augmented Reality vlak. Nou ja, goed, je hebt ook zo die skyline. En wij krijgen het haven hier binnenin. We gaan hieronder, dus een hele nieuwe haven daar gebouwd. En dat wordt onze lichtplaats. Ja, super hoor. Ja, ik vaar het. Ja. Dat is mooi, de nieuwe haven. Ja, dit wordt het. Dat is voor die bewoners ook een keer mooi, dat heb ik hier ook gedaan voor die, want dat zag er niet uit. Ja, dat zag er niet uit. Het is echt uniek dit. Maar dat met het Delta vind ik ook een mooi systeem met die woningen. Ik zit nu achter in het schip, we zijn even aan het testen of de refresh rate van de layer goed is. Nou, je ziet het hier, ik kijk mee op het scherm. Ik heb even onze eigen Foursquare layer aangezet. En je ziet gewoon dat de refresh rate goed is. En je ziet ook dus dat hij mee beweegt. Nou, het kompas is goed, de refresh rate is goed. Dit lijkt me echt een fantastische mogelijkheid om hier iets mee te gaan doen. Zo, nu eventjes de layer aangezet. Even kijken voor hupsakee, kijk hier. Je kunt precies alle Foursquare punten zien. De andere kant op. Zie je, kompas draait gewoon mee. Sake restaurant. Dus ik klik hierop, ik kan inchecken. En dat kan natuurlijk ook gewoon gekoppeld worden aan de tour. Nou, dan filmen we hier weer eventjes het stukje van de kompas. Het draait super goed mee. De Foursquare venues liggen nu achter ons. Dus wat ik even laat zien hier is de map view. Zul je zien hoe accuraat het eigenlijk is. Je ziet exact waar we nu varen. We zijn net de bocht omgegaan. Hier, dat bruggetje wat voor ons is. Dat is gewoon dit bruggetje. En we gaan er nu onderdoor. Precies onderdoor. Precies. Dit ziet er heel goed uit. Fabelachtig. Hier, refresh de nieuwe Foursquare venues om ons heen. Nou, waarschijnlijk is dat een van de Foursquare venues die je daar ziet. Dit is het Clarence Seedorfplein waarschijnlijk. Niks, ja. Dat ligt hier. Even kijken, dat is dan net voorbij, net voor ons. Ja, daar dat voetbalpleintje daar verderop. Ja. Nou, dat gaan we ook nog eventjes in Foursquare bekijken. Kijk, daar is die. Gewoon recht voor ons, helemaal stabiel. Clarence Seedorfplein. Gaan we eventjes inchecken natuurlijk, check-in. Dit is gewoon het ultieme bewijs dat we hier gewoon een goede tour op kunnen bouwen. Met deze technieken. Zo, net uitgestapt uit het veerpontje. Ja, kijk, hier zijn we. Of de rondvaartboot eigenlijk. En dit is op de helft van de route. De gateway, we gaan er eventjes een kopje koffie drinken, maar het ziet er allemaal hartstikke leuk uit. Ja, die is wel gerespecteerd allemaal. Ja. Vorige week is er degene die dat gefilmd heeft, dat is hier ook geweest. Ja? En een paar weken voordat het in half november kreeg ik dat
stel aan boord. En die vrouw, nou, die begon bijna te janken. Die woonde in Pennsylvania. En die was zo stom verbaasd dat er dingen in stonden. Daar had ze als klein kind in gegeten. Waanzinnig. Take off.